Hoe ziet die film eruit? Ja, alleen ik moet zeggen, er is één scène met jou wel uitgeknipt, maar... Goedemorgen mensen, what is up? Welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ga even dat open doen. Nou, het is altijd zo grijs en grauw op de tijdstip. Ik ben net wakker geworden. Carla zal al naar werk, want zij moest werken om 10 uur. Het is nu 11 uur. Ik heb net al een bijtje gehad. Ik heb al thee gedronken. Altijd een goed begin van de dag natuurlijk. Ik ga even douchen en daarna gelijk naar mijn vader toe. Want mijn vader gaat namelijk de 2 koplampen voor van mijn auto van de C1. De Chocmobiel. Die gaan we even vervangen. Vandaag is dus ook mijn radioshow van 7 tot 9. Elke vrijdag. XM Radio. Dus dat is later in de avond. Ik ben daar niet... Wie er allemaal gaat zijn, sowieso gaat Kevin er zijn. Misschien is Wouter er, Quinten, Joris, Julia, geen idee. We gaan het allemaal zien in een nieuwe vlog. Heb jij er zin in? Laat dan even weten met een duimpje omhoog. Jongens, jullie gaan zo lekker op de laatste vlogs. Ik vind het superleuk om elke dag weer te vloggen voor jullie. Ja, ik zeg maar, komt er dichtbij. Elke dag een nieuwe vlog om 4 uur hier op mijn kanaal. Jongens, ik ga lekker douchen en dan gaan wij verder naar de auto. Of in ieder geval naar mijn vader toe. Oké, mensen, ik ben aangekomen bij mijn vader thuis. Hey paps, alles goed? Wat? Hij is aan het eten. Ja, Jan. Alles gaat goed? Alles goed. Nee, ik zei al, ik ben hier naartoe gekomen omdat mijn koplampen van mijn Citroën C1, de Chocmobiel, die zijn een beetje aan het verslijten. En dat is eigenlijk niet goed, want het wordt ook koud nu de laatste dagen. Dus, pap heeft nieuwe koplampen besteld. Die zien er ook heel goed uit. Wat is dit dan eigenlijk? Is dit nog eentje? Er zijn nog 2. Oh, ja. Nee, natuurlijk. Oh jezus, maar die dingen zijn echt groot. Oh ja, en ik heb ook een cadeautje voor jou, paps. Mijn vader die gaat binnenkort naar... Waar ging je ook weer naartoe? Naar Suriname? Ja. Hij gaat naar Suriname toe en hij vroeg zo vaak, maar ook zo vaak iets aan mij. En ik zeg van pap, ik heb hem ook nodig. Wat heb je nou echt meegenomen nu? Kijk eens. Alsjeblieft, nou, de GoPro. Dat heeft lang geduurd. Ja. Mijn god, waar komt het vandaan? Van China? Nou nee, niet van China, nee. Ik moet er dus een SD-kaartje in doen, hè? Ja, zo'n kleintje. Ja, top. Nou super. Alsjeblieft. Ik moet wel even een beetje gaan opschieten. We moeten naar beneden. Het is echt vervelend weer. Ik zei al tegen papa, weet je zeker dat je het vandaag wilt doen? Maar hij stond erop om het vandaag te doen, hè? Moet je kijken. Ja, die spullen die moeten natuurlijk weg. Ja, het moet erop. Mocht het niet passen of niet goed is, ja, dan zal ik het dus inderdaad terug moeten sturen. En als het hier inderdaad 2 weken staan, want ik heb 2 weken bedenktijd, ja, dan kunnen ze niet terug. Niet meer terugsturen, ja. Nee, maar als ik er zo naar kijk, dan deze zijn wel goed. We hebben ook een nieuwe ruitenwisser, want mijn ruitenwisser die was voorkant een beetje versleten. Dus dat gaan we nu even allemaal erop zetten. Ja, oh, jongen, ik zie nu... Oh, ben ik dit? Dat ben jij, ja. Dit is papa met mij. Jezus. Onder de douche. Jezus. Ik zou, als ik zo naar mezelf kijk hier, zou je niet zeggen dat ik het was. Ik was echt een witte been. In Su. Ja. Ik was in Su. Dit is, er zijn mijn 2 broers van de andere kant, natuurlijk van mijn vaders kant. Dit is Danilo, dit is Randy. En dan heb je hier, oh my god, je cute die kaal is, mijn god. Hier zo op een autootje. Dit was volgens mij toch in Dimino genomen? Ja. In Dimino. Klopt. Ja. Zoals ik al zei, ik was aan een bezichtiging en in Diemen-Zuid, daar is dus mijn Dimino. Dimino is eigenlijk... Kinderdagverblijf, ja. Daar is dus deze foto genomen. Ik zit me ook nu te bedenken van, is het nou de eerste keer dat jullie mijn vader hebben gezien? Maar dat is niet zo. Dus jullie hebben ook een keertje, ik denk, als je een hele lange kijker van me bent, dan heb je ook gezien dat hij een paar keer in mijn vlogs is voorgekomen. Maar ja, dat is mijn vader. Lijkt hij een beetje op me? Heel veel mensen zeggen van niet, maar ik heb wel de dingen van mijn vader. Als is het dat technische... Nou, hij neemt zo de doos mee. Ik heb nu mijn ruitenwisser. En ik hoop dat die past. Nou, daar is hij dan. De Chocmobiel. Wat ik dus zei... Kijk, je ziet een beetje dat viezigheid. En ook omdat het nu vooral gaat regenen. Dan gaat het namelijk in die motorkap of in dat ding zitten. En dat is ook een beetje gelig. Dit is before. En dan zien we straks de after. Zo zie je maar het verschil. Helemaal versleten. Helemaal nieuw. Besef je die? Van een Range Rover naar een Citroën C1. Nice. Kijk jongens, zo kan je heel goed het verschil zien. Dat is de nieuwe koplamp. En dat is de oude. Jullie mogen kiezen in de comments welke het beste is. Ik kies zelf voor de linker. Nou, we hebben een uur zitten zwoegen. De eerste zit erin. En de tweede zit erin. Het ziet er veel beter uit dan deze vieze goren. Blech.
Dat is niet nice. Maar deze zijn wel nice. Ziet er ook wat nieuwer uit. Nice lichtjes. Hier lichtje. Ook nog de ruitenwisser. Gaat hij doen? Gaat hij doen? Oh, oh. Ja. Yeah. Nou, ik ben blij, jongens. Het ziet er goed uit. Het is lekker. Thanks, paps. Ik zit in de auto. Thanks, pap. Nou, ik heb een groot probleem. Ik moet nog werk afmaken. Ik ben onderweg nu naar Hilversum, naar de studio. Maar de A2 en de A4 zijn afgesloten. En ik zit nu in een file waar ik nog nooit heb gemerkt. Ik snap dit niet. Hoe de hel kan Rijkswaterstaat de A2 en de A4 gewoon afsluiten? Ik ben te laat voor bepaalde dingen wat ik moet doen. Ik kom veel te laat op mijn werk. Dus Rijkswaterstaat, of wie de hel jullie ook zijn die dit hebben gepland, dit is niet slim. Nu sta ik in de file. Ik kom pas 4:30 bij de studio. En ik moest er om 4:00 zijn. Life is great. En het weer is kut. Ook lekker. Alright, aangekomen bij de studio. Dat zie je maar weer. Nice. Nu moet ik echt snel naar boven gaan, want ik heb fucking veel shit te doen. Hopelijk is Kevin niet boos op me. Well, dinner is served. Ja, ik moest even opschieten, dus ik ben even maar langs de Mac gegaan. Kevin is er ook bij. Ik heb even een Big Tasty van hem gehaald en een lekker iced tea'tje. Ja, het was echt zo ontiegelijk druk. Ik sloeg echt nergens op. Dus straks heb ik ook best wel veel moeite om de verkeersberichten uit te spreken, want het zal sowieso lang zijn. But we shall see. Ik ga eerst even lekker eten, want dat moet ook even gebeuren. En ik reed echt op een lege maag. Snap je? Ik reed in de file en ik reed. Lama. Kijk eens, Kevin. Jij hebt de vorige keer van mij pizza gehaald. Oh. Dus nu voor jou lekker een Big Tasty. Dankjewel. Alsjeblieft, man. Eet smakelijk. Jij ook. We zijn net klaar met eten. We zijn nu een beetje de show aan het doornemen. Dit is namelijk het programma waar alles in staat. Dus welk nummer er komt en wat we over gaan hebben, et cetera. Dit is dus dan de producer. Dit is Kevin. Die hebben jullie volgens mij al een keertje gezien. Volgens mij in mijn... welke vlog was dat ook weer? Geen idee, die van vorige week. Oh, je van vorige week. Ja, klopt. Maar hij regelt dus eigenlijk dit een beetje. Ik moest net nog een paar dingen doen voor Gio. Dus dit heeft hij dan even snel klaargemaakt voor mij. En straks gaan we de studio in. Op dit moment is Joris Felix en Julia Bloem. Julia Bloem. Die zit dus in de studio beneden. En dan gaan we straks even, denk ik, mee kletsen. Of misschien gaan ze gelijk weg. Ik weet niet wat ze gaan doen. Maar dan ga ik live. En dan gaan we de vrijdagavond beginnen, guys. Vandaag hebben we dus helaas geen DJ. Dus we gaan lekker beuken. En jongens, ik blijf het zeggen. Luister, 7 tot 9. Welcome to your weekend. Shaquille Polak, XM, The Talent Station. Alle linkjes daarvan staan beneden hier in de beschrijving. En als je nog niet hebt geluisterd, waar wacht je op? Elke vrijdag. Ga luisteren. Guys, we zijn in de studio. Meneertje Joris is aan het draaien. Ja. Dat was lekker pik. Ja, ik hoorde net ook alweer dat een beetje frustratie van jou naar boven kwam. Maat, door het verkeer. Hoe kun je het doen? Hoe kun je het hele weekend Amsterdam-Zuid, de Rai, alles plat gooien? Ja, nou, dat staat nog helemaal nergens op. Nee, I know. Dat zei ik dus ook al net. Ik moest, denk ik, volgens mij door Amstelveen. Dan moest ik via Utrecht. En daar is ook nog trajectcontrole. Dus je mag maar 100 rijden. Dat is fucking kut. Vrezen. Ja, dat is echt fucking shit, man. Hé, wat staat er allemaal in de show vandaag van jou? Oh, nou, Julia, haar telefoon is behekst. Ja. Behekst? Hoe dan? Serieus. Vertel. Wil je het zien? Ja? Hoezo behekst? Hoe kan dat nou? Ja, ja, illuminatie heeft zijn ding gedaan. Serieus. Ik ga het je laten zien. Mijn wekker staat op 7:15, zie je dat? Ja. Maar het mooie is, die wekker heb ik helemaal niet gezet. Huh? Het staat wel elke dag af om 7:15. Maar kan je... Wacht even, dus je kan het niet uitzetten? Nee. Elke ochtend word ik wakker om 7:15. Ik zou hem gelijk naar de Apple Store brengen. Ik zou die telefoon niet eens aanraken, gek. Dat kan maar één ding betekenen. Nou? Nou, mooi. Nou, Joris gaat nu lekker even zijn talk doen en dan gaan we straks beginnen met Welcome to your Weekend. Kiss me hier op XM The Talent Station. Welcome to your weekend, Shaquille Polak. Ja, ik zei het net al, we gaan iemand bellen die namelijk nu aan de lijn staat. Giovanni Latoy, hallo. Hallo. Hey, hoe is het met je, man? Ja, toppie. Hey, je bent vandaag best wel veel bezig, hè? Wat heb je allemaal gedaan, joh? Ik ben vandaag de hele dag al bezig. Alles gewoon weer raar. Ik heb eerst de persdag gehad van mijn eigen discofilm. Ja? En dat was goed. Ik heb voor het eerst eigenlijk nu mijn film gezien. En vandaag is ook mijn eigen nieuwe track uitgekomen. Dus dat is ook nog hartstikke leuk. En hoe ziet die film eruit? Ja, jij weet het eigenlijk al natuurlijk een beetje. Ja, ik weet het. Zie je mij? Zie je mij goed of wat?
Ja, alleen ik moet zeggen, er is één scène met jou wel uitgeknipt. Maar voor de rest, je bent wel een paar keer in beeld gepraat. Oké, nou dat vind ik fijn. Oké, nee, nou, Project Gio, ja. Wanneer is hij in de bioscoop? 5 december. En ik hoorde dat 29 november de première is. En die is in Almere, neem ik aan, hè? Ja, klopt. Oké, mooi zo. Hey, jij hebt ook nu een nieuwe track uitgebracht. Ik wist niet eens dat jij een muzikant was. Kan je daarmee over vertellen? ik had het al een keer aangegeven in mijn vlog eigenlijk ook. En ik wilde gewoon echt een keer uit mijn comfortzone stappen. Door, in plaats van met filmen, natuurlijk echt een keer iets met muziek te doen. Dus vandaar dit. En toen heb ik heb heel veel studio sessies gehad, ook tot in de late uurtjes, echt na het vloggen nog, zeg maar. Dus dat was ook nog een dingetje. Ja. Toen hebben we het akkoordenschema gemaakt. Toen hebben we in principe. Na al die studio sessies zijn we uiteindelijk op zich gekomen. Toen hebben we daar een zangeres voor geregeld. En ja, zo zijn we op dit nummer gekomen. En ik ben heel erg SM. Ik weet dat jij een enorme Post Malone fan bent, dus ik ga voor jou Circles Post Malone draaien. En straks komt de talent track namelijk van Gio over en over hier op XM The Talent Station. Hey, ik hoor dat je onderweg bent naar huis. Hou hem heel, hou die range erover heel, hè? Hoe hoor jij dat ik onderweg ben naar huis? Hoor je dat aan mijn rijstijl? Ik hoor het een beetje, ik hoor alleen maar wind in de microfoon. Hey, fijne avond, Gio. Yo, thanks, jij ook. De show is bijna gedaan. Na Californication zijn we klaar. En dan mogen we ook weekend gaan vieren. Kevin! Hey! Ja, dit blijft toch een gouden oude plaats. Ondanks dat we vandaag geen DJ hebben gehad, hebben we toch wel even lekkere tunes gedraaid. Zoals ik al zeg, jongens. 7 tot 9 elke vrijdag gewoon luisteren hier op xmradio.nl. Ik ga de auto instappen en dan ga ik door naar Carla. Want we gaan een lange weg tegemoet. Want we moeten helemaal naar Duitsland. Want we gaan weer naar Duitsland, naar de ouders van Carla. Dus ik ga hier afsluiten. Kevin, ik spreek jou volgende week weer. Tot volgende week. Jokie! Hi. Hi. Jezus, jongen. Je moet allemaal mee. Zoveel spullen. Weet je wat er mee gaat? Huh? Ja. Ik, hè? Hé, er is overal feestje in dit gebouw, joh. Hier ook. Wat? Hier is een vijfje. Ja, hier in de... Jesus Christ. Wil je niet mijn stringetjes in je vlog? Oh, sorry. Dat is mijn DJ. Mijn radio, man. Dat is goed. Ja, ja. Lekker gewerkt? Ja, maar ik heb honger. Jongen. Someone is hungry. Oké, kom dan. Oké. Okay. Dat betekent niet gaan liggen. Moeten nog anderhalf uur gaan rijden. Ik moet zelf rijden ook nog. Ik ben echt heel erg moe en hongerig. Ik dacht, ik ga niet avond eten, want Shaq deed altijd Mackie na zijn show. Hoezo na zijn... Zie ik in jouw story dat je... Oh, Mac heb gegeten. Hoe kan ik niet in de middag eten en dan in de avond voor mijn show niet eten? Jij eet nooit. Dat is onzin. Jij zegt altijd, ik kan zonder eten. Nou, mijn maag ging echt tekeer, jongen. Nou, kom op, doe je die spulletjes aan en let's go. Uw weekendje naar Duitsland en we nemen mee. Mijn koffer, dit is mijn enige ding, hè. En dan heb je één van de zak, één Ikea-tas en twee Ikea-tas. Vrouwen. En ook nog even plassen, hè. Ja, nice. Hé, hey, schat, schiet even op. Ik blas. Kijk, schat. Kijk de voorkant. Kijk, jongens. Dit is toch veel beter. Ah, hier kan je gewoon lekker mee rijden. Dat is top. Hij is top. Nou, nu wat we gaan doen. We gaan namelijk met twee auto's naar Duitsland rijden. Want de auto van Carla, die moet in Amsterdam. Pardon, wat zeg ik nou weer? Is dat namelijk zo? Is dat... Okay. De auto van Carlo die moet even een paar dagen in Duitsland drijven, want jij krijgt winterbanden. Ik hoop dat we meteen nieuwe winterbanden. Ik denk het wel, komt wel goed. Nou, ik krijg gewoon een hamburger naar me toe geslingerd vanuit de andere auto. Zet? Nou, als dit geen special delivery is, weet ik het ook niet meer hoor. Zo, we zijn weer aangekomen in Duitsland. Mijn god, we hebben zo lang gereden. Kijk eens wie er weer zijn. Kijk, hij gaat weer crispen. Oh, die komt er ook weer bij hoor. Hé, schat. En ze zijn naar de kapper geweest. Ze zijn helemaal kaal. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Vond je het een leuke video? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En als jij nog niet je notificatiebelletje hebt aangedaan, doe dat dan zeker. Want elke dag om 4 uur komt er een nieuwe video online, namelijk op mijn kanaal. Ik bedank je voor het kijken. En er is nog maar één ding wat ik kan zeggen. En dat is tot de volgende.